Beste kijkers, ik neem u mee op vrijdag 28 februari rond de klok van 14:15 naar de realtime weekgrafiek ter linkerzijde en aan de rechterzijde de realtime maandgrafiek om vast te stellen hoe enerzijds week 9 de boeken ingaat en anderzijds de tweede maand van 2020. Laat ik links beginnen met de weekgrafiek. Op het moment van spreken noteren we ergens rond de 5,39 tot 5,40. Misschien dat er nog wat bij komt in de loop van de middag, maar we kunnen wel vaststellen dat deze week een enorme zwarte candle heeft opgeleverd met een klein sprietje aan de onderkant. Het sprietje reikt tot 5,31 en dat is nog maar nipt boven de belangrijke steungrens en groene streep op 5,28, 5,29. Het zou zomaar kunnen zijn, gelet op de enorme volatiliteit en turbulentie en zeker ook gelet op de stand van de RSI die aanstuurt op bodemvorming, dat we vanaf komende week, inderdaad vanaf die 5,31, 5,28 zone, toch een rebound gaan zien. En die rebound, dat mogen we dan gaan benoemen als een pullbackbeweging, ten einde de recente trendbreuk te valideren. Even ter herinnering, deze week is de koers onder de SMA en die ligt nu zo'n beetje op 5,73 in het veld. Daar is de koers ondergedoken en dat betekent dat de correctiebeweging die gestart is vanaf 6,32 naadloos overging in een breakout beweging. En die breakout beweging die dreigt nu ergens op te drogen rond de huidige niveaus van 5,40. En u weet, na een breakout beweging volgt er een pullback. En die pullback die moet dan de gepasseerde SMA-lijn als nieuwe weerstand gaan testen. En dat betekent voor trendvolgende beleggers dat het uitermate interessant en ook penibel wordt wat er straks de komende weken bij die 5,70, 5,75 passage gaat gebeuren. Wordt daar namelijk getopt, dan mogen we vaststellen dat de trendbreuk valide is en kunnen we ons opmaken voor een proces van lager top en lager bodems. En dat betekent dat de beren hun druk zullen gaan opvoeren en opnieuw zullen zakken naar 5,28 en die dan wat makkelijker kunnen breken. En u begrijpt dat we dan zonder problemen onder de 500 kunnen zakken. Omgekeerd geredeneerd, mocht het lukken vanaf de verwachte bodem vanaf 5,30 en de pullback en de top naar 5,70, mocht de koers daar doorheen gaan, dus weer terug boven de SMA-lijn, dan kunnen we vaststellen dat de huidige beweging dat een vervelende V-spike is geweest en dat boven 5,70, 5,75 de bulls weer in staat zijn om de onlangs verlaten uptrend toch weer nieuw leven in te blazen. Voor nu bezien of de berendruk daadwerkelijk opdroogt. Nogmaals, komende week moet dat bevestigd worden met de start van een witte candle. Misschien nog wat spartelingen en extra prikjes na die groene streep, maar niet veel later moet dan toch de weg omhoog, de pullbackweg, worden ingezet. Op de maandgrafiek ter rechterzijde, daar zien we een groen stippenlijntje staan. En dat stippenlijntje dat stond er al een tijdje ter illustratie van de af te leggen route. En we hebben gezien dat de bovenkant van het stijgingskanaal daadwerkelijk is aangetikt. Niet op het verwachte niveau van 6,40 tot 6,50, maar wel lager. Zo rond diezelfde 6,30 die ook op de weekgrafiek links de top aanreikt. Deze maand een volatiele, maar ook zeker zwart genoteerde en zwart gekleurde candle. Dus februari gaat in als een enorme beercandle. En een bearische maand met ook weer diezelfde 5,28, 5,29 steunzone. Net gelijk als op de weekgrafiek links als eerste en mogelijke vangnet. Met nip daaronder ook de SMA-lijn. En dat betekent dat het ergste gevaar wellicht is geweken. Ook al springt de swingteller naar een correctiestand, hebben we dus te maken met een correctieve fase op de maand. Grafiek. En moeten we maar afwachten of het daadwerkelijk lukt over datgene wat ik net zei op de weekgrafiek. Of we dat ook gaan terugzien vanaf komende maandag als de maand maart van start gaat. Of dat inderdaad een witte candle gaat opleveren. Wit vanaf 5,29. Ja, dan is het ergste gevaar geweken. En dan mogen we nog heel voorzichtig richting die 6,40, 6,50 blijven turen. In de veronderstelling dat het dan nog wel kans heeft dat we dat gaan halen. Onder de 5,28, onder de 5,28, 29 op de maandkaart, dan moeten we rekening houden met een veel diepere correctie. En dan kan de koers verder naar de onderkant van het stijgingskanaal. En dan komen we weer uit op diezelfde ondergrens van 504,80, misschien zelfs nog wel veel lager. Al met al, op beide timeframes een behoorlijke volatiele beweging. De onrust zal nog wel even blijven, denk ik. Maar het is zeer van belang wat we de komende week gaan zien. Start van een witte candle en daarmee ook een witte maandcandle. Dat betekent dat trendvolgende beleggers eventjes adem kunnen halen en kunnen profiteren van een opleving. Misschien naar de 5,70, 5,75 zone. En dan gaan we opnieuw bekijken hoe de conditie van het veld is. Ik wens je een plezierig en goed weekend.